Hallo mensen van Games Gestellen, welkom bij deze nieuwe video en vandaag gaan we weer Uncharted spelen. Eindelijk! Jawel, ik heb de instelling veranderd en nu doet het wel en ik dacht dat we hier al voorbij waren. Maar goed, dan doen we dat nog een keer. Je kan niet naar beneden via de touw, kom op. Nee, valt hij weer naar beneden, fuck! Volgens mij was ik hier toch al voorbij. Volgens mij was ik hier voorbij, maar dat weet ik niet zeker. Dit is best balen als dat is, want dan moet ik weer een stukje opnieuw doen. En bedankt. Dat is minder. Kom op. Ga nou gewoon via dat touw. Kom op. Pak het touw. Pak het fucking touw. Hè? En dan naar beneden. Wee. Zo. En ja, oh, mijn nunchucks zijn een beetje... Weet je, die dingen... Van die dingen, die zijn een beetje vettig. we zijn nog steeds niet waar ik was gebleven toen met die ene record sessie. Dus dit is allemaal nog... Dit is allemaal niet nieuw voor mij, maar toch ben ik weer een deel vergeten. Heel stom van me, maar het is zo. Wacht, heel even. Ik zie dat ik volgende keer iets moet aanpassen aan... Oké, ik wou net zeggen, ik hoor wel het geluid. Aan mijn instellingen, want ik zie dat het op mijn beeld is iets te licht. Dus... Nee, de vorige keer waren we hier ongeveer gebleven, denk ik. Toen moesten we hier omhoog. Als ik het goed heb. Ja, dat heb ik toen al gedaan. Volgens mij. Ja, ik heb het volgens mij nog gedaan. Ik ben volgens mij alles weer aan het herhalen. Wat? Maar ik heb gewoon de opgeslagen data. Nee! Jongens, daar wou ik toch helemaal niet heen. Ik heb gewoon de opgeslagen data van vorige keer gewoon... Oh nee, wacht. Nu heb ik het... De sleutel. En de sleutel moet hierin. Kijk maar. Aha, daar was het dus. We waren wel hier. Aha. Nee. Ahaha. Ik zit sleutels houden, want ik hoor bijna niks. Hahaha, zie je die? Ja, hier zat het vorige keer ook geen schatten of zo. Ik ben hier namelijk allemaal al voorbij geweest, dus ik rush nu een beetje. In godsnaam. Oh ja, we zitten Elena nog te zoeken, tuurlijk. Ja, het is al een tijdje geleden, het spijt me echt ervoor, maar het lukte gewoon echt niet om het te uploaden. Ja, natuurlijk baal je ervan als het niet lukt, maar ja. Ik heb mijn best echt gedaan, echt waar. Ik heb mijn best gedaan. Maar goed, ik heb gewoon een andere video ervoor in de plaats geüpload. Dat is natuurlijk niet wat jullie wouden, maar... Ja, het is beter dan niks. Dus nu is het weer Uncharted. Volgens de nieuwe upload schema komt er nu altijd op donderdag een Uncharted. Gewoon midden in de week, dat is misschien wel leuker dan... Oh nee, dit is weer zo'n sukkelgeval ding. No! Yes, ik overleefde het. Mooi. Hoe deed ik nou ook weer... Oh, zo hè. Nou, gooi gewoon die granaat, man. Waarom goed? Ja, oké, laat maar. Ik kan ze wel gewoon schieten. Nee, ik was volgens mij trouwens hier gebleven. Want dit herken ik helemaal niet meer. Oké, ik ga dood. Kom op, ga even dood. Mooi. Die was ik volgens mij gebleven. We zijn weer waar ik toen die ene keer was. Met de record sessie. Dat weet ik zeker. Want dit ken ik allemaal niet meer. Dus... Dat is allemaal heel mooi. En ik weet wat ik moet gaan doen. Rush je daarheen. Heel snel. Go, 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 go. Dit wapen pakken. Boom. Fuck you. Hier is nog een ton. Boom. Misschien dat ze ervan schrikken. Hè, van die knallen. Kijk, dat moest ik doen. Ik zat een beetje net zag ik het wapen liggen. Toen ik dood ging. Maar toen was ik al zoiets. En toen dacht ik van, ik ga nu dood. Maar nee, ik denk nu, ik ga nu niet meer dood. Want als er nou gewoon geen granaten kan gooien, dan kan ik ze gewoon pakken. Dan kan ik ze gewoon allemaal langzaam de rand afmaken. Deze serie is nog lang niet afgelopen. Want dit eerste spel moet ik zelf nog afmaken. Er is nog een Uncharted 2, er is een Uncharted 3. En misschien komt er zelfs binnenkort nog een Uncharted 4 uit. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat in... ja, de bedoeling is of zo. Maar misschien wel. En dan zou het toch wel chill zijn. Fuck, ik ben out of ammo. Waar slaat dit nou weer op? Nee. Oké, ik moet even zien te zorgen dat ik mijn geweer weer terugkrijg. Maar, ah, hier. AK. Hey. Oeh, ik ben bijna dood. Ik moet nu even niks doen. Even niet geen damage krijgen. Bam! Er zijn er weer twee minder. Ah, flik nou eens op, man, met die granaten.
Boom. Headshot. Nee, geen headshot. Kom op. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het vanaf hier ook niet meer. Hij is nog steeds niet dood. Ik heb het wel echt gespeeld hoor, maar... toen heb ik het met ons pap gespeeld, samen weet je wel. En toen had ik zelf nog geen PlayStation. En dit spel is eigenlijk ook van mijn vader. Toen had ik nog geen PlayStation. En toen, iedere keer als ik toen in het weekend bij hem was, toen speelde ik het spel ook. Dus ik heb niet alles van het spel meegekregen, maar wel veel. Hij speelde zelf natuurlijk ook gewoon verder, want hij vond het spel ook leuk. Super. Even mooi ammo bij elkaar zoeken, want dat was wel allemaal... Hé! Hey, ik wil dit wapen helemaal niet, ik wil mijn wapen terug. Nieuw. Gimme. Ik vind dat wapen echt zwaar kloten, dat die mini gun-achtig geval. Dat is geen chill wapen. Ik moet eventjes iets aanklikken op mijn ding, zo. Dan kan ik zien hoe lang ik aan het recorden ben namelijk. En dat was eigenlijk de bedoeling. Ik ga even zoeken naar schatten. Ik ken het hier verder niet. We zijn weer gebleven met toen die ene falende record sessie. Ik was toen hier ook. Ik weet dat ik nu dit moet doen, maar ik wil eerst even zoeken naar schatten of zoiets dergelijks. Misschien dat ik nog iets vind, misschien ook niet. Daar ligt een geweer, meer niet. Ik ben blij dat Uncharted 2 doet. Ik ga sowieso de brightness wel een beetje veranderen, want ik vind hem nogal licht. Ik zie het nu pas, dat is wel slecht. Ik kan het gewoon veranderen. Ik kan het niet tijdens het recorden veranderen. Dus nu kan ik dat niet veranderen. Ik ga proberen... Oh, toen was ik opgesloten. Ik ga proberen om iets te regelen met Sony Vegas, zeg maar. Dat ik een of andere filter kan zoeken, waardoor het minder bright is. Bright, it's... Ik vind hem nogal te helder. What the F? Ze zitten weer op mij te schieten. Dat vind ik niet chill. Kom op, ik wil hier gewoon tegenaan. Oh, dat kan zeker niet. Headshot. Daar zit er ook één, of niet? Ik weet niet. Wat? Ik heb een 9 kogels hierop. Wat slaat op? Als ze mij nou gewoon ammo geven, hè? Dadelijk. Oh. Kom op, jongen. Die was toch gewoon raak. Bam. Oké, ik heb nog die ene die nog dood moet. No! Nu heb ik weer geen kogels meer. Alleen deze nog. Hey. Hier ligt nog een wapen. Oh, dat is ammo. Mooi. Okay. Ik vind dit wapen vind ik echt chill hoor. Dat is 3 schot kill. Oké, ik moet niet zoveel misschieten. Of gewoon alleen maar headshots of zo. Dat is ook wel chill, maar dat is best moeilijk. Ik hoor dat mensen schieten van alle kanten. Ik heb headset op en dan hoor je ze overal, weet je wel. Dan hoor je de kogels ook gewoon... Kom op man, ga dood! Finally. En jij ook nog, kom. Had jij gezien? Die vetzak die laat zich eigenlijk nooit zien. Kijk, hun zijn echt vet. Dikke! Kom op man! Yes, eindelijk. Even wat ammo. Hier nog ergens ammo. Nog ergens een schat. Ik ben gewoon midden in het gevecht, maar ik ben gewoon aan het schatten aan het zoeken. Want ja, het is toch mijn baan, hè, schat zoeken. Oh, ze komen er weer gewoon, hè. Die dikke, die hebben altijd shotgun. Dan moet je niet dicht in de buurt bij je komen, dan ga je gewoon bijna altijd dood. Oké. Ammo. 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 Kom op, ammo. Ik zie nergens bolletjes, ik zie nergens een schat liggen. Jammer. Ik heb zo het gevoel dat hier dadelijk ook weer mensen komen. Want het muziek is nog niet weg. En normaal als je niet meer. Als er geen mensen meer in de buurt zijn of zo, dan stopt de muziek. Dus ja. Oh, dit is dat ding wat ik net boom deed. Dan ben ik hier boven. Oh, ze staan hier beneden nu, of niet? Ja, zie je wel. Pak even dit mooie ding. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Kom dan. Maak je kapot. Zo, ja. Zo. Oh, 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 oh.
Oh, die staat er bovenop. Ik denk ik ben van de zijkant geknald, maar... Gatling gun, zoals van hem noemen. Oké, dit is wel mooi. That's it. Muziek stopt. Dus dan is het meestal dat er geen vijanden meer zijn. Dat is mooi. Ik heb hier geen schatjes gevonden. Wat jammer nou. Even nog terugkijken. Net was ik midden in gevecht en dan... Ja, nee, geen schatten. Ja, er ligt niet op iedere hoek ligt een schat. Dus dat kan best kloppen. Mijn ammo voorraad is best laag. Want als je ziet dat deze tot 120 en deze tot 45 kan volgens mij. Of 40 of 50, volgens mij 40. Dan is het niet goed. Oh! Oké, dan kan ik weer niet terug naar boven. Ik kan niet eens meer terug naar boven kijken. Ook nergens op slaat. Hé, hey, een schat! Hey! Wat humor, zie je, zo moet je alle hoekjes en gaatjes bekijken. Ik heb een zilveren Tyrona hanger. Oké, ja, wat ik ermee kan. I do know. Gaan we gewoon weer verder. Zo, moet hier naar links. Ik zie daar een geweer. Dat is meestal niet goed als je ergens een geweer ziet staan. Dat is dan meestal een teken dat daar keer vijanden komen. Oh, hieroglyphen of zoiets. Grieven of... Wat? Die zijn niet Spaans, die zijn Engels. Dat wil ik helemaal niet doen, ik wou het ammo pakken. Oh ja, ik weet niet waar we nu ongeveer waren gebleven. Hè? Vorige keer was... Fletcher. Wow. We gaan naar de grote toren. Wauw. Het is je dus gelukt. Nou, wat was je van plan? Oh mijn god! Hij is daar! Hoofdschoten, 100. Bam. Beloning vrijgespeeld. Kijk, nog een trofee? Jawel, de trofee. Een zilveren trofee. Yay! Op PlayStation kan je namelijk allemaal trofeeën verdienen. En de vorige keer was hoe heet ze nou? Sally. Sally was vorige keer doodgegaan. Of een keer daarvoor. Pas. Dus dat is balen. Hé, hey, ik zie daar wel een geweer nu liggen. Dat is wel awesome. Ik kijk weer in die dingen, want dat doe ik altijd als ik hier ben. Oké, daar moeten we heen. Dat zag er ongeveer uit als dat ding wat op de muur was gegraveerd, gekrast. Hé, hey, gek! Dus normaal, man. Ik heb hier geen cover, hè? Nee. Ga weg. Ik moet ergens achter kunnen schuilen, maar ik zie niks. Hierin. Mensen, kinderen. Oh, ik kon mijn hart gewoon kloppen. Nou, dat is wel op het spel, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb dus al 100 hoofdschoten in de 9 episodes. Dat is best veel, want dit is episode 9 volgens mij, toch? Als ik een foutje maak, sorry. Maar episode 10 wordt iets langere episode, denk ik. Dat is wel leuk misschien. Ik ga altijd deze dingen in om te kijken of er iets ligt. Die AK. AK. Aha. Liggen hier nog ergens schatten? Ja, ik ben een schatzoeker in hart en nieren. Want ik ga overal heen om te kijken of er schatten liggen. Oh, dat was even een glitch in het spel. Ik liep in één keer in de lucht of zo, maar oké. Ik kan me wel vaag iets herinneren dat ik ooit in één zo'n ding echt een schat heb gevonden, maar... Ik weet het allemaal al niet meer. Dat is allemaal al zo lang geleden, joh. Het spel is ook al best oud. No! Oh, ik wou net zeggen, ik dacht dat ik even vasthing, maar... Nee, die wil ik niet. Kijk, ik heb mijn ontwerpen terug. Ik drukte op 3 keer mee, dacht ik, nee... Daar moet ik heen dadelijk voor die toren, toch? Ja, die toren is daar, dus daar moet ik dadelijk heen. Maar ik wil hier nog even kijken, iets. Misschien vind ik hier nog iets. Ja, dit spel, dan moet je echt gewoon alle hoekjes en gaatjes van bekijken. Want anders dan, ja, dan kan je het spel wel spelen. Maar ja, dan speel je hem eigenlijk gewoon om uit te spelen. En het is gewoon een schatzoekspel, dus dit is er niet voor niks. Dat zie ik zo. Dus hier zou iets aan moeten zijn. Kijk, want anders zou het niet wit zijn. Anders zou je er ook niet op kunnen springen, let maar op. Zie je?
Kijk, hier ligt daar iets bovenop, dat weet ik zeker, want anders dan is het allemaal niet. Het spel is niet gek. Of dit is juist de weg waar we heen moeten. Alleen moeten we vanaf hier dan erin. Wat? Ik snap er nu helemaal niks meer van. Nee, ik moet denk ik gewoon vanaf hier erin. Kijk, zo kan je er volgens mij op. Nee, zo. Kom op! Doe niet zo moeilijk. Oh, Jezus Christus. Oké, dan niet. Dan via deze, dat kan wel. Zie je? Ja. Zie je wel, ik moest hierheen. Ik wist dat hier iets mee was, maar ik dacht misschien dat hier bovenop iets lag of... Oh, ik moet hier aanhangen. Ik moet denk ik springen, zie je wel. En dan nog een keer springen. Jup. Hey, ik zag daar iets glimmen, of heb ik dat nou in die toren daar? Oké, ik denk dat het aan mij ligt. Jump! Woe! En we zijn in een andere toren gevallen. Ik heb nog maar 7 kogels. Waar is het toch? Waar is het toch? Ja, maar dat vraag ik mij toch ook af. Waar is het toch? Wat doe ik? Wat moet ik doen? Moet ik springen? Ik ga springen. Jongens! Ik ga springen. Ik ga daarin springen, want die is breder. Yeah! Lekker baus. Is je naar beneden? Moet ik nu daarin springen, naar de wit, of niet? Ja. Mooi! Mooi, ja, als je dit spel speelt en al een beetje kent, dan weet je ongeveer wel wat je moet doen om verder te gaan. En daar heb ik ook geluk mee dat ik het al een keer heb gespeeld, zodat ik ongeveer weet wat het spel een beetje van je verlangt. Oké, waarom is het dicht gemetseld? Dat is niet leuk. Ik wil eigenlijk gewoon er doorheen lopen in plaats van klimmen en klauteren. Wait. Dus, ja, even zo. Mijn zusje kwam net binnen, die is ook net thuis van school. Oh, verder! en nu? Naar boven? Nee. Gewoon naar links? Ja, gewoon naar links. Oh, oh, omhoog, omhoog! Die dingen die breken dit af, dat is niet leuk. Ik moet hier volgens mij in. Ja, ik moet hier in. Jawel. Jawel. Ja. Oh, wat een mooi figuurtje. Oké, sorry. Nou, verder. Is hier nog iets of zo aan... Oh, Filipje. Dit was vast van Drake. Dat was vast van Drake? Waar was je toch ja, op waar zoek, was je nou op zoek? Vertel het dus. Laten we eens kijken. Oh! Dat Kijk, ziet er bekend uit. Dat ziet okay. er bekend uit. De schepen zijn nooit vertrokken. Elena. Hé, hey, daar is ze. Fuck! Dat was niet de bedoeling, denk ik. We hebben hem! Hè? Huh? Oh, dat hoorde er dus blijkbaar allemaal bij. Ze gooien met stenen naar me. Ik ben natuurlijk geen professionele schatgraver zoals jij. Maar je zult hier geen Eldorado vinden. Hoe ben je hier verzeild geraakt? Ik probeerde jou te redden eigenlijk. Oh, wat ben je toch lief. Ja. Ouderwetse zandstenen en stukwerk. Kalksteenmortel. Hoe komt het eigenlijk dat je hier zoveel van weet? Mijn programma. Aflevering 4. Architecten van de oh nieuwe wereld. Oh mijn god, ik hoor mijn eigen geluid terug op met een tv. Sorry, ruk misschien zou is het wel moeten lukken. Worden. Wat? Nee, wacht. Weet. Ga toch opzij. Sorry als je dubbel geluid hoorde, maar ik heb het geluk. Gewoon ook mijn geluid nog aan. Ha! De slechterik. Drake. Hé, die Raja. Had ik kunnen weten. Interessant document, hè? Blijkbaar deed die Sir Francis hetzelfde werk als ik. Hou jezelf niet voor de gek, Eddie. Altijd de vijand uithangen, hè? We doen het zo. Breng me naar het goud en misschien laat ik je leven. Is dat het? Ja. Dat is mijn deal. Nu sterven of jou helpen en later sterven.
Nou, een moeilijke beslissing, maar oké. Okay. Ik kies nu sterven. Hij heeft de grootste weer. Wat de fuck? Er zouden schatten te vinden zijn op dit klote eiland. En nu gaan mijn mensen dood. Ze kunnen niet eens naar buiten om te pissen zonder bewaker. En ik kan er geen reet aan doen. Dat is kut. Weet je, ik heb een interessant aanbod voor je. Jij helpt me de schat te vinden en degene die overleeft krijgt het goud. En het meisje natuurlijk. Het meisje. Het meisje? Oh, Eddie, die is al lang weg. Ze is al van het eiland af. Op zoek naar hulp. Tai Kuching. Jij bent nooit goed geweest in poker. Ik zal haar vinden, geloof me. Hoeveel problemen kan één meisje opleveren? Nou, let ongeveer op. Zoveel problemen, denk ik. Wat een mooie stukje. Geweldig. Nou? Nou, kom op! Dat je... Hey! Hij heeft toch een geweer, waarom schiet hij niet gewoon? Oké. Goed gedaan. Dank je. Boeka Pintu. Hou je vast. Oh, dat betekent dus blijkbaar openen of zoiets. Want hij vroeg daar vorige episode ook. Oh. Oh. L om een granaat af te vuren. Bam. Oké, ik wil je allemaal bedanken naar het kijken van deze video. Geef de video een groen duimpje als je hem leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal. En dan check ik jullie allemaal later. Ik ga nog even verder. Een lekkere record sessie. Zodat ik de special van episode 10 ook heb. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Bedankt en tot de volgende keer.